Yo, Nintendo fans! Welkom bij de tofste hoed van YouTube Nederland. Zeg eerlijk, deze hoed is episch. Als je me op Instagram volgt, dan had je kunnen zien dat dit mijn hoed was tijdens Halloween. Dus volg me op Instagram. En dan gaan wij nu verder met Pokémon Sword and Shield The Crown Tundra. Want we moeten deze bad boy nog even zien te vangen. Virizion! Daar is die hoor. Een wilde Virizion. Kom op, Regieleki. Ja, wel echt. Ik ben nog steeds zo blij met mijn Regieleki. Ik vind hem nog steeds heel vet. En laten wij rustig gaan voor Electro. Web gaan. Eens even kijken wat dat doet tegen deze Virizion. Niet zo heel veel, want het regent ook. En het is not very effective. Dus ja. Hij kent ook weer Sword Dance. Hij kent een beetje dezelfde moves als Cobalion. Behalve één signature move die hij kent. Dat is waarschijnlijk een grasaanval. Ik ga even de andere move proberen. Extreme Speed. Kijk, dit gaat iets beter. Hij is lekker Sword Dance aan het doen. Ja, hij gaat mij straks in één keer kapot maken, jongen. Hij maakt mijn Regieleki in één keer kapot. Want hij is nu echt heel erg zijn aanval aan het boosten. Ja, en eigenlijk moeten we een Pokémon hebben die False Swipe kent. Want dat is een move die is super handig. En dit is een move die gaat mij slopen. Lekker dan. Maar False Swipe zorgt ervoor dat je tegenstander uiteindelijk nog maar 1 HP over heeft. Die maakt de Pokémon niet kapot. Die zorgt er dus voor dat die altijd 1 HP houdt. En dat maakt het wel iets makkelijker om deze Pokémon te vangen. Alleen ja, ik ben te lui daarvoor. Ik ga gewoon aan de slag met al die ballen. Dus even kijken of al die of de Action of de Zeeman nu wel even goede ballen heeft geproduceerd voor mij. Ja, kijk, dit, we gaan dus weer dit krijgen, hè. Die van Cobalion, die duurde zo lang. Dat duurde bijna een uur voordat ik die heb gevangen. Dat was in de vorige aflevering. Ga die even checken. En als je dit vette serie vindt, doe een blauw duimpje omhoog. En vergeet sowieso niet te abonneren voor elke dag vette Nintendo video's. Maar deze Pokéballs, deze Ultraballs, die komen echt bij een of andere goedkope euroshopper vandaan. Want ze werken gewoon niet. Hoppakee. Ik blijf gewoon gooien. Ik blijf het gewoon proberen. Ik heb er een stuk of 60. Dus ik heb nog wel even de tijd. Oh, wacht even. Wacht even. Nee joh. Wat? Deze ballen heb ik bij Louis Vuitton gekocht. Of zijn het Gucci ballen? Dit was oprecht een ultrabal, jongen. Kijk hoe snel. Nou, dan kunnen we nu stoppen met de video. Nee, grapje. We gaan nog even door. Registeel is een leveltje omhoog. Dit was wel echt super lekker. Virizion, welkom in de club. Een grass en een fighting type Pokémon. Ja, en hij dartelt om zijn prooi heen met allemaal snelle moves. En dan slijst hij ze zo hoppakee met zijn twee hoornen. Het lijkt zo'n lieve Pokémon, maar dat is hij niet. Nou, welkom in een team. Maya mag even naar de box. Doei doei. Nou, dan moeten we nu de voetstappen gaan zoeken van de laatste van deze drie legendaries. En jullie weten waarschijnlijk wel wie dat is, denk ik. Ik ga het nu nog niet zeggen. Maar jullie zien het straks wel. Maar eerst gaan we voetstappen zoeken. En daarvoor moeten we in grotten gaan zoeken. En ik ben nu in de buurt hier van de Lakeside Cave, volgens mij. Kijk, hier zien we al voetstappen van de Cavern Pokémon. En inderdaad, we zijn nu in Lakeside Cave. Dus we moeten even al deze voetstapjes gaan oppakken. En dat gaat best wel hard. Ben ik hier nou al eerder geweest, Sableye, of niet? Of ben ik hier nu voor het eerst? Ik weet het eigenlijk niet. Mijn gevoel zegt dat ik hier wel al een keer geweest ben. Ik weet alleen niet zo goed wat ik hier dan gedaan heb, eigenlijk. Even kijken, hoor. Hier een Everstone. Hier nog wat patroontjes. Voetstappies. Oh! Ja, dat is iets minder handig aan zo'n hoed. Even goed langs de randjes kijken, want dan hebben we nog meer. Yes. Hier nog eentje. Oh, 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 oh. Niet op mij afrennen, vriend. Doei, ik ga weer dag. Als je hier een beetje goed zoekt in het begin, dan heb je al gelijk 40%. Hier nog meer. Kijk, deze zijn allemaal lekker hier achter elkaar. Ja, hier heeft hij duidelijk gelopen, deze Pokémon. 46% al. En dan ben ik benieuwd of hier buiten ook nog voetstappen zijn. Hier in ieder geval wel. Maar dan houdt het denk ik toch een beetje op. Want zijn voetstappen zijn nogmaals in grotten te vinden. En dit is best wel een klein grotje volgens mij. Oh, hier is nog een voetstapje. Oh, die had ik nog gemist. Hebben we alvast 50% te pakken nu? Ja, en dat... Ah, ik doe het wel gewoon zo. Oh, kijk, hier zijn ook nog voetstappies. Ja, hier zijn wel voetstappies te vinden. Oh, joh, hier buiten ook. Aha. Kijk, hier nog een paar. Oh, joh. Oh, dan komen we er wel. Dan gaat dit wel goed komen, denk ik. 60%. Nice. Oh, wow. Deze Pokémon is ook zo vet, hè? Oh, 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 oh. Ik wou je helemaal niet battelen, vriend. Ik wilde dit helemaal niet, Tyrantrum. Dit is helemaal niet de bedoeling, joh. Potverdorie. Nou, ik wil je wel proberen te vangen op zich, hoor. Als het lukt. Oh, hij doet Giga Impact. Ah, dat doet altijd pijn. Nou, valt wel mee op Cobalion. Nou, eens even kijken of dit echt de Louis Vuitton ballen zijn, jongens. Let's go. 1.
2. Nou, oké. We hebben de Ultrabas geüpgrade. Dinosaurus-Pokémon zijn sowieso episch. Check dit dan. Tyrantrum, een Rock- en Dragon-type. En één beet van hem, die maakt gewoon een auto kapot. Deze Pokémon was de koning van de oude wereld. Oftewel de Tyrannosaurus Rex van die wereld. Nou, wel vet dat we die ook even hebben gevangen, jongens. Kijk, hier nog meer voetstappies. Nice. Anyway, we moeten er nog maar een paar. Nog 5 volgens mij. Ik zie er hier nog een paar. Oh, kijk. En nu zijn hier weer nieuwe voetstappies, denk ik. Hoppakee. 94%. We zijn er bijna. Nog 3 te gaan. Nog 2 te gaan. Nog 1 te gaan. Ah, en die is hier. Lekker. Dat is 100% van de data die we nodig hebben. Oftewel, we gaan weer terug naar Sonja. Sonja, ik heb jouw research weer voor jou gedaan. Jij bent de professor, maar hey, laat mij die research maar doen, joh. Hallo. Ja, ik heb ook net inderdaad Phyrexian gevangen, Sonja. Goed, hè? En we krijgen nog een gift. 10 Experience Candies M. Dat is lekker. Volgende keer krijgen we denk ik 10 Experience Candies L. En ik heb ook de data dus gevonden voor de Cavern Pokémon. En Sonja die gaat nu eens even kijken waar die Cavern Pokémon leeft. En die leeft in de Lakeside Cave. Oh, nou, die is niet zo heel groot. Dus dat gaat goed komen. Dat is exact de plek waar we net ook waren. En daar zijn we nu weer aangekomen, jongens. Ik denk niet dat het een hele grote puzzel is waar die zal zijn, want hij zal ongetwijfeld hier ergens op deze open plek zijn, denk ik. Of net hier om de hoek? Nee, oké, is niet hier om de hoek. Ja, kijk hem dan. Oeh, ja, deze blijft altijd wel vet, hoor. Ik vind deze echt heel cool. Daar is de jongens, Terrakion. Come on, Calyrex. Kijk, ik hoop dat ik hem niet in één keer versla met Psychic, jongens. Overleef dit, please. Oeps. Stiekem deed ik dit expres. Want weet je, als je gewoon teruggaat naar Sonja en je praat nog een keer met haar, dan als het goed is, respawnt die Pokémon gewoon. En dan gaan we hier het hoekje op. En ja hoor, kijk, hij is er gewoon weer. We kunnen nog een keer gaan proberen om Terrakion te vangen. En dat kan natuurlijk met al deze legendary honden. Nee, het zijn geen honden. Dat zijn die van Silver, Raikou, Entei en Suicune. Ik ga nu beginnen met Regirock. Alhoewel ik eigenlijk ook denk dat ik hem met Hammer Arm misschien wel in één keer ga killen. Of misschien gaat hij mij wel killen met Close Combat. Het is in ieder geval super effectief. Ah, en zijn defense is nu naar beneden. Ja, lekker dit. Dan ga ik hem straks weer killen, zeker. Oh, net niet. Oh, dit is nice. Dikke prima op deze manier. Let's go. Kijken of de Louis Vuitton ballen nog steeds werken, jongens. Oh ja, kijk, dit was er toch weer eentje van de zeeman. Ja, ze kunnen niet allemaal goed zijn, hè. We blijven gewoon lekker gooien. Oef, oef. Hij doet nu een Stone Edge op mijn bakkes. En daar gaat Regirock. Nou, je hebt het wel goed gedaan. Je hebt hem echt heel goed gedamaged, Regirock. Nu is het de tijd voor Calyrex, omdat ik alleen geraakt kan worden met Stone Edge door hem. Nou, heb ik net ergens ook een Duskbal gevonden. Dus laten we even proberen om die Duskbal te gooien. Want dit is natuurlijk wel een donkere plek. Dus misschien gaan we hem wel even... Nou, oké. Never mind. Hoppakeetje. Ultra balletje erbovenop. Nee, oké. Nee. Ja, dit gaat toch iets moeilijker dan Phyrexian. Noob. Je bent zelf een noob. Hier, gooi jij weer eens even een bal dan. Hier, we gaan zien wie de noob is. Gooi hem maar. Gooi hem maar, Pietje. Ja, zie je wel. Piet bakte zelf ook weer helemaal niks van. Hij denkt, ja, maar bro Phyrexian, die ging zo makkelijk met je mee, maar dat ga ik niet doen, vriend. Dat ga ik niet doen. Jongen, jongen. Ja, kijk. Hij begint zichzelf te slopen. Ja hoor. Ja, daar gaat hij. Daar zijn al mijn ultraballs naartoe gegaan. Jongen. Moet dit nou... Vind je dit nou echt nodig? Dan kan je toch veel beter met mij meekomen. Nou, even weer wat nieuwe ultraballs kopen. En beter geef je mij geen al die ballen. Ik heb nu Gengar meegenomen, zodat ik hem kan laten slapen, hopelijk. Slaap lekker, Terrakion. Dit maakt het soms ook nog wel eens makkelijker om een Pokémon te vangen, namelijk. Oh, ja, nou, of niet. Het zou moeten werken. Maar zijn HP is nu natuurlijk wel weer iets hoger dan de net, dus dat is wel jammer. Nou, kijk. Nou. Oh, dit werkt ook. Ja, dit werkt best wel goed. Deze tactiek moet ik toch maar misschien iets vaker gaan doen. Dat scheelt gewoon heel veel tijd. Nice. Oh, Gourgeist stelde ik ook nog bij me, omdat dat een spooktype Pokémon is. Die gaat even 120 levels omhoog volgens mij. Nice. Maar we hebben Terrakion dus gevangen. Een Rock en een Fighting-type Pokémon. En het is een legende uit Unova. Terrakion die battelde tegen mensen om andere Pokémon te beschermen. Ja, dan ben je gewoon een held. Een soort van big-ass Bulbasaur. Die deed dat ook. Oké, loop maar even met me mee, Terrakion. Kom maar, vriend. Nou, ik ben blij dat je er nu bij bent. En dan ben ik heel benieuwd wat Sonja nu voor ons in petto heeft. Nu we al het onderzoek hebben afgerond. Dus we gaan weer terug naar Freezington. En we gaan het huisje van Sonja binnen.
binnen. Professor, het is gelukt! We hebben Terrakion ook gevonden. En we hebben hem zelfs nu eindelijk gevangen na 3 pogingen. En nu? Nu krijgen we inderdaad 10 experience candies. El? En nu zegt ze, dankzij jou, ik wist het. Maar mijn theorie die was correct. Dankjewel. Je zou echt een eerste klas assistent zijn. Maar ja, je bent al de Pokémon kampioen. Weet je, er is een oude legende over Cobalion, Terrakion en Virizion. Die zei dat ze hun soortgenoten beschermden. En ze beschermden dus inderdaad Pokémon tegen mensen. En sindsdien houden ze zichzelf gescheiden van de mensheid. Maar nu zijn ze het ermee eens geworden om jouw Pokémon te worden, Rick. En misschien geven ze de mensheid nu wel een tweede kans. Ah, dat is een mooi verhaal. Dankjewel, Sonja. Heb je nog andere avonturen voor mij of was dit het? Oh, gaan jullie... Jullie gaan weg? Jemper! Gaan jullie nu naar huis? Verlaten jullie de Crown Tundra? Nee. Ja, maar nu wil ik weten wat Sonja aan het uitspoken is. Laten we even naar Wedgehurst gaan. Kijk, ja, ze is weer terug met haar Yamper. En ze zegt dankjewel voor wat je hebt gedaan daar in de Crown Tundra. Ik schrijf nu op wat er is gebeurd. Oh, maar dit was het? Oh ja, dit is wel... Ja, ik had wel iets meer verwacht van Sonja eigenlijk. Maar wat we nog wel moeten doen zijn de Legendary Birds vangen. De nieuwe Moltres, de nieuwe Articuno en de nieuwe Zapdos. En dat gaan we in een van de volgende afleveringen doen. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor elke dag nu. Nintendo video's op dit kanaal. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!